ik zat gewoon te monteren op school. En opeens komt onze docent de les binnen. En die begint opeens te brullen van, hé, er is een gaslek en nu allemaal naar buiten. Dus wij via de nooduitgang naar buiten gelopen. En pas toen wij eigenlijk hier achter mij op het terrein stonden, toen pas ging het alarm af. Dus ja, toen wisten we dat er iets was. Ja. Rond 11 uur vanmorgen gaat tijdens graafwerkzaamheden voor het pand van de Christelijke Hogeschool in Ede de hoge drukleiding kapot. Er ontsnapt razendsnel een flinke hoeveelheid gas. Dat gas dat vermengde zich ook met zand. Het was een heel indringend gezicht eigenlijk. En je dacht van, hé, wat gebeurt hier? Want ook niet alleen het zicht, maar ook het geluid dat erbij kwam, was tot echt in het gebouw te horen. De tentamens werden tijdelijk stilgelegd en de leerlingen naar buiten gestuurd. Ook de leerlingen van het aangrenzende Groenhorst College moesten naar buiten. De politie is zeer tevreden over het optreden van de scholen. Wat ik heb begrepen, zijn er minimaal 1000 mensen ontruimd. Dus zeg maar die de panden hebben verlaten. Dus dat scheelt voor ons als politie dan weer heel veel werk. Als je dan eenmaal te plaatsen komt en niet als dan nog moet gaan ontruimen. Want je weet nooit wat het uiteindelijk allemaal wat de problemen gaan worden. Eén wegwerker is door de kracht van de knal licht gewond geraakt aan zijn arm. Maar maakt het inmiddels goed. De leerlingen konden na wat extra zon weer naar binnen. Medewerkers van netbeheerder Liander gaan het lek repareren.